week zei Raymond van Barneveld tegen mij, nog 2 puntjes en dan zijn die playoffs toch echt wel binnen. Nou, die 2 puntjes kan hij vanavond gaan halen tegen Terry Jenkins. Dat is geen hoogvlieger, maar wel uitgerekend de man van wie van Barneveld in de openingsronde verloor. Maar ik verzeker u, dat gaat vanavond niet gebeuren. Niet als het hand van Barneveld ligt in ieder geval. En zeker niet nu de playoffs zo dichtbij zijn. We gaan kijken naar die partij met commentaar van Leo Driessen en Jacques Nieuwlaat. Terry! Nog even 10 punten erbij, maar het was matig van Barneveld. Veel sfeer in de National Indoor Arena in Birmingham. En toch ook veel Barney Army, wat je hoort. Barney Army, Barney Army. Ja, dat klinkt maar door en dat gaat maar door. Dat is het monotone geluid wat u wellicht op de achtergrond hoort. En kijk eens naar Jenkins. Die is in ieder geval als eerste op een finish aangekomen van Barneveld. Tamelijk matig. Ja. Dat is weer beter. Zag hem ook, hè, na die eerste pijl zich herpakken. Boos worden op zichzelf. Staat nu ook op een finish, maar wellicht komt dat te laat. Dubbel 20 voor Jenkins. Wat scheelt dan een end? Zo. Van Barneveld. Bijna weer al de bord gegooid. Ja. Triple 20 voor hem. En begin met een 5. Ja, dan houdt het op. Dat moet hij toch wel zien te vermijden, die eerste dart in die 5. Dat is al de tweede keer dan dat gebeurt. Ja, dan zet hij wel aardig weg, maar je mag toch verwachten dat Jenkins, hoewel. Nou, die laatste is goed. Houdt zijn eerste leg. De laatste was dan nog goed genoeg. Die is goed. 100. Jenkins. En Van Barneveld die woensdag 44 is geworden. Daardoor wat later ook richting Birmingham is vertrokken. Want de taart moest eerst opgegeten worden. Toch weer in de 5. Te veel beweging in de schouder bij Van Barneveld. Moet normaal gesproken eruit de onderarm komen. Je ziet zijn schouder zeker 10 centimeter op en neer gaan bij die darts. Je moet uitkijken met Jenkins, hè. Geef hem geen halve pijl. Heel keurig van Barneveld. Jenkins gaat ook op een finish komen. Wel 170 blijft er staan. Ja, dat zijn de dingetjes waar Jenkins nog voor kan gaan. Van Barneveld naar dubbel 10 voor 1-1. En die gooit hij. Uiteindelijk de leg behouden zonder enig probleem. Nou, weer een forse opening van Jenkins. Van Barneveld. Ja. 125.
Helemaal van die laatste. Kan nu afstand nemen van Barneveld. Jenkins op zijn eigen lijk onder druk zetten. En dat doet hij feilloos. Nog geen finish, maar wel op afstand. Jenkins moet... Hij komt met 100. Dus even Barneveld initiatief. Barney Army. Die zit goed. En die ook. Ja, dat is een goede leg dit. Na 9 darts op 56. En Jenkins, het enige wat hij kan doen is de druk erop houden. Dat doet hij wel. Dat doet hij goed. 20 dubbel 18. Zo. Voor Barneveld breekt Jenkins. 2 in voorsprong en dat mag zelf. Van Barneveld in goede doen. Zo werd de hele week al gezegd en geschreven, want hij lacht weer. Hè? Ja, nou goed, als je wint dan is het ook wat makkelijker te lachen natuurlijk dan wanneer je verliest. Maar hij, dat moet ik toch ook wel zeggen, hij heeft er ook hard voor gewerkt om beter en beter te worden dit seizoen. Zeker na die eerste nederlaag tegen Jenkins. Ja, had hij zelf toch ook wat idee van, ja, dit is de sterkste Premier League ooit. Ik zal er toch wat aan moeten gaan doen. Hij zit echt 2 keer in de week in de sportschool, minimaal. En traint ook met de darts in de hand een aantal keren per week. Ja, en dat betaalt zich uiteindelijk gewoon uit. Het talent is daar. De constantheid, die moet je creëren door trainen. Bijhouden. Ja, oefenen. Gewoon vaak dezelfde beweging maken. Dan weet je gewoon op een gegeven moment, bij wijze van spreken met je ogen dicht, wat je moet doen. Matige tussenbeurt van Barneveld. Kan Jenkins daar iets mee? Vooralsnog niet. Hij blijft altijd levensgevaarlijk, Jenkins. Zeker tegen Van Barneveld. Hij heeft vaak tegen Van Barneveld gespeeld. En hij heeft een opmerkelijk goed record tegen Van Barneveld. Ja, je hebt mij dat verteld. Ze hebben allebei 6 keer gewonnen van de 14 tv-wedstrijden. En 2 keer gelijk. Dus ja, dan weet je ook wat er te halen is. Had er nu ook de druk op bij Rebel, die een hoge finish heeft. Die nog kan. Nu niet meer. Man Jenkins van 139. Ja, het is ook een finish. Triple 20 eerst. Is gevonden. Triple 13. Voor tops. Die mist hij. Ja. Even zuchten. Even kijken wat dan de beste pijl is voor een goede finish. 66 over, triple 10 dus. Die gooit er niet. Dus, Raymond naar 3-1, het lijkt erop. De marker zullen we maar zeggen. Maar nou, wordt het dubbel 10. En die gooit hij wel. Raymond 3-1 voorsprong. En het vuistje om aan te geven dat hij daar wel tevreden mee is. En Jenkins. Nog net even de triple, de laatste. Nou, Van Barneveld weet natuurlijk hetzelfde wat Jenkins ook weet. Ik heb best wel vaak van Jenkins verloren, dat weet Van Barneveld ook wel. En dan weet je dus ook wat er nodig is om van Jenkins te winnen. Je moet hem vroeg uit je gezichtsveld halen. Zorgen dat hij geen hoop heeft dat hij een goed resultaat kan pakken. Als hij hoop houdt, Jenkins... Dan blijft hij eraan hangen, En die kansjes komen altijd. Die krijgt iedereen iedere wedstrijd. En die pakt hij dan, Jenkins. En zo pakt hij ook die eerste week. Je zou hem in plaats van de Raging Bull beter de Bull Terrier kunnen noemen. Hij, als hij helemaal vast in je kuit zit, krijg je hem niet meer los. Ja, trippeltje. Waar zit hij? 121. Ah, die tweede zat goed, maar die derde dus niet. Niet hem in. Even een triple 18 erbij.
Nou, dat is goed. 132. Laat 170 over. Dat is waarom die ook naar de 18 toe ging met zijn tweede dart. Nou, Jenkins geeft niet zo makkelijk af deze leg. Kijk eens aan, 177 om dubbel 10 over te laten. Dus één kans. Eén kans, deze. Die is voorbij. Dubbel 10 voor Jenkins. Nog altijd. En die gooit hij. 3-2. Blijft voor ons nog bij één break. So he's hanging in there, Jenkins. Raymond moet geconcentreerd verder. Dat moet je altijd. Eén paal gevallen, maar toch 120. In de eerste wedstrijd tussen beide mannen was het Jenkins die 3-1 voorkwam. Toen kwam Van Barneveld terug op 3-3. Nu stond Van Barneveld 3-1 voor. Dan kan Jenkins terugkomen. Maar... het gaat toch een lastig kwijt worden in deze leg. Die zit goed. Lee ook. 120 voor hem. Weer een triple. 140. Finish voor Van Barneveld, maar geen echt gemakkelijke. Nou, weer naar 9 darts, dus dat is prima. Scorend niets aan de hand, dus kan hij nu gewoon naar de boel toe gaan. Met de eerste dart. Doet hij dat ook? Ja, mist hem. Triple 20 voor tops. Eén pijltje voor dubbel 20. Ah. Maar ja, goed, het kan. Omdat Jenkins van een finish af is. 140. Nu ook op een finish, dus... maar wel een hoge. Niks aan de hand lijkt er vooralsnog, hoewel deze er ver naast zit. Zit deze er vol in. 4-2 voorsprong voor Raymond van Barneveld.